in gebed van ons. Heilige Geest, Vader God, dit is ons gebed, dat u mag ons één. Maak ons één, Heer. In deze plaats, in deze gemeente, met uw geest, met uw nieuw geest, Heer, maak ons één. Halleluja. Want wij weten, Heer, dat er is kracht in eenheid, Heer. Dat uw geest gaat werken in ons midden. Dank u, Jezus. Dank u, Heilige Geest, dat u bent in ons midden. Wij verwelkomen u. Werk, werk, Heer Jezus. Werk, Heilige Geest, in uw volmaak in ons midden. Leid deze dienst, Heer. Halleluja. Wij verwachten aan u. Wij verwachten alleen van u, Vader God. Halleluja. Heilige Geest, maak ons één. U bent, nog een keer, u die één in ons wezen zijt. U bent onze koning. U bent heilig God. Dank u, Jezus. Daarom vragen u, Heer. Kom in ons midden. Dank u wel, Heilige Geest. Voel deze ruimte met uw glorie. Met uw liefde. Is koning.
Jesus, es ist Goni. Goedemorgen, nogmaals, broeder en zusters, lieve familie, ik vind dat, ja, dat is familie, ja? Familie allemaal, ja of ja? Ja, oké. Okay. Nou, dan bent u klaar om God te aanbidden? God te loven en prijzen. Die eerste lied... Agoder 20 over vrijheid. Kom, wij gaan met vrijheid God aanbidden. Hoeft niet verlegen, niet malu malu. Ja. Ik ben Indonesië. Ik ben niet zo goed, maar toch, u begrijpt wel. Ja? Geef alles voor onze Heer. Ja? Geef alles, want Hij geeft alles voor ons. Ja? Kom. De schaduw, stap in het licht. Loop naar de vrijheid en wees niet meer bang. Ren naar zijn wijd open armen, daar is genade voor jou. Dan zonder last op je schouders. Daar is genade.
duister beeft, omdat Hij leeft. Er is kracht in Jezus' naam. Hij die ketens breekt en vrijheid geeft. Er is kracht in Jezus' naam. Het duister beeft, omdat Hij leeft. Er is kracht in Jezus' naam. Hij die ketens breekt en vrijheid geeft. Er is kracht in Jezus' naam. Het duister beeft, omdat Hij leeft. Er is kracht. Redenen. Nu zijn hij.
Zwak, hè? Ja, kan zitten. Maar ik zie dat nog jonge blond, hè? Dat... Oh! Broer, nee. Ja, u bent nog jong, hoor. Ja. Nou, met passie. Oh, als u kijkt naar voetbal. Wauw. Die voetbal kent geen oud. Allemaal staan, dus yay! Nou, maar als in de kerk, oh, dan met, ja, wat moet ik zeggen? Ik verzoek u, alsjeblieft, wij geven onze passie, onze liefde, lof de Heer, met echt. Heer, ik loof u met mijn passie. Ja? Met mijn passie dan ooit. Nog een keer weg. De zon, nog een keer. De eerste couplet en refrein. Loof de Heer. En bij het einde. De zon komt op. Halleluja. Halleluja, Vader. U bent in ons midden. Oh, wij willen u prijzen, want u bent zo groot. U houdt van ons. U geeft uzelf voor ons. Heer, met onze passie, wij willen u eren, Heer. Dank u, Jezus. De zon komt op.
geloof dat de Heer smijt tegen u vanaf boven. Oh, ja, prijs de Heer. Volgende, wij gaan het offerande brengen. Ik vraag om Sarah. Ja, kan. Ja, dank u wel. Ja. Wij gaan geven aan de Heer. En wij gaan zingen een lied, Prachtige God. Voordat wij gaan even bidden. Vader God, dank u Jezus dat u ons heeft gezegen, Heer. Iedere dag. Dank u dat ze voor alles die wij ontvangen van u. Dank u wel voor uw genade. En vandaag, Heer, wij willen geven terug aan u, Heer. Wilt u deze zegen, deze geld wil zegenen. Dank u, Jezus. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Prachtige God.
gaan nieuw lied leren, zingen. Voor eeuwig heilen. Duizend generaties buigen in aanbidding en brengen hier een looflied aan het land. Met ieder die ons voorging en ieder die nog komt, brengen wij dit looflied. Yeah.
bent eeuw naar eeuw heilig. Halleluja. Jezus overwinnaar. Ik verzoek u om op te staan en wij gaan proclameren dat Jezus overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaar. En hij in ons midden proclameren Jezus. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt. Elke zon verstilt door de klank van uw stem. Alles valt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, ook ze voor eeuwig is u heerschappij, uw troon staat nog door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping kniel in diepst ontstaan. Van de hel weten wie er is. Naam over alle namen, hoog ze hier. Voor eeuwig is u heerschappij. U kroon staat op.
maatschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Halleluja, Heer. Dank u wel dat wij hebben, Heer, God zoals u. Dat wij staan, Heer, onwankelbaar. Tegen alle situaties in ons midden. Tegen alle situaties in ons leven. Dat wij zijn meer dan overwinnaar. Want u bent in ons. Dank u, Jezus. Wij prijzen u. Wij prijzen u, Heer. U bent zo goed. En Vader God, zometeen wij gaan uw woord beluisteren. Vader God, spreek door uw dienstknecht. Spreek uw waarheid. Dank u, Jezus. En Heilige Geest, rij langs. En zalf onze harten. Zalf onze oren, Heer. Dank u, Jezus. Dat onze harten zoals goede grond. Iets klaar om te ontvangen. De zaadjes van uw woord. Dank u, Jezus. Geprezen zijn uw naam. Amen. Gaat u zitten. Goedemorgen, broeders en zusters. Dankjewel, Liefje. Ze schrijft altijd in een app, Lief. Liefje, kan jij wat voor mij halen? Oh, nou weet ik waarom ze die term gebruikt, Liefje. Dan heeft ze mij nodig. Ja. Anderen ook bekend bij anderen? Ze durven niks te zeggen, want vandaag Vrouwendag, of hoe noem je dat? Moederdag. Dus... Fijn u weer te mogen ontmoeten deze ochtend. Er staat ons, geloof ik, het een en ander te wachten straks na de dienst. Hè? Dus ben ik zo goed te horen? Ja? Ik klink een beetje zacht wel. Test 1, 2. Oh ja, ik moet wat dichterbij. Of die? Beetje op de tijd letten, hè, Paul? Ik heb als titel deze ochtend Vrouwen in de Bediening. En, ja. En als basistekst. Oh, ik dacht dat je mij aan het waaien was, maar goed. Prijs de Heer, halleluja. Vrouwen, als basistekst wil ik dus gebruiken Johannes 4, het gesprek tussen de Samaritaanse vrouw en Jezus. Tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. In dat gesprek staan eigenlijk, wil ik drie gebieden eruit halen. Het geestelijke, het persoonlijke, over haar man en over het hart van God. Ja, dus, maar goed, dat is voor straks. Vandaag is het Moederdag en daarom wil ik dus hebben over de vrouw in het algemeen. Niet speciaal over moeders. De vrouw in het algemeen, dus het betreft moeders, oma's, als die er zijn. Inclusief vrouwen en meisjes. En nou, ik heb een schoonmoeder, die heb ik gekregen op het moment dat ik met Nova trouwde, heb ik een schoonmoeder gekregen. Dus ja, die moet ik maar aannemen. Maar het is een lieve schoonmoeder geworden. Ik ben goedgekeurd door hun. Dus, en ze noemde mij door de telefoon, toen ze dus eigenlijk al belde. Ze was één keer met FaceTimen en ze zegt van, hi darling. Ik dacht, wow. Er ging een beetje kriebels door me heen. Maar ja, ze bedoelt het goed. En nou ja, die hebt Jezus wordt ook genoemd, the darling of heaven. Ja, wist u dat? Ja, nou ja, dat was een lied dan van Hillsong. Maar goed. Ik vind op zich the darling of heaven... Wauw, dat heeft wat. Hè? De liefste, mooiste van de
van de hele hemel. Dat is Jezus. Halleluja. Je hoort soms mensen zeggen over vrouwen dit, vrouwen dat. Hè? En dan zeggen ze van, vrouwen hebben maar één plicht. Dat is de zwijgplicht, zeggen ze dan. Weet je wel? Ja. En soms is je mond houden, hoe noem je dat? Zwijgen is zilver. Weet ik niet meer. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Zo was het. Ja. Dus ja. En dan een andere ding is, ja, vrouwen hebben maar één recht. En dat is? Achter het aanrecht, zeggen ze dan. Maar wie staat er in de restaurants te koken? Meestal de mannen. Ja, dat is zo. Kijk maar naar die programma's. Ja? Gordon Ramsay en James Oliver, al die mensen. Dus ja, dus nee, dat is dus helemaal niet zo. Ja. Overigens, weet u waarom Jezus, waarom Petrus Jezus heeft verlogen? Tot drie keer toe, hè? Ik ken u niet. Want Jezus, dat komt omdat Jezus daarvoor zijn schoonmoeder heeft genezen. Een beetje flauw. Vrouwen. Oké. Fasten je seatbelts, ladies. Vrouwen zijn gevoeliger dan mannen. Ze hebben een fine tuning. Ik zie iemand met een vraag tegenkijken. Herken ik helemaal niet. Ze hebben een soort van fine tuning. Ja, dat is zo. De meeste dan, hè? Ik bedoel, het is gemiddeld. De gedachte van de vrouw, weet u, dat wordt wel eens vergeleken met een wasmachine. Die draait zo, weet je wel. De ene keer is het van alles door elkaar, wordt door elkaar geschud. Het lijkt wel een rommelig, door elkaar, soms verward. De gedachte van de man is als een bijenkorf. Daarin zijn gedeelten eigenlijk onderdelen, ieder op zijn plek. Ja? Maar bij vrouwen gaat het een beetje anders. Mannen zijn meer analytisch. Ja. En denken eigenlijk per onderdeel. Vrouwen kunnen verschillende dingen tegelijk doen. Vanwege die, weet je wel, dus de ene keer komt er dit bovenop. Dat merk ik gewoon bij mijn vrouw. Van, is ze ergens mee bezig? En dan zegt, nee, je bent nog even met dat onderdeel bezig. Ja? Met dat woord bezig. En dan gaat ze al springen op iets anders. En dan, ja, weet je, dus. Maar zo zijn vrouwen. Het is een gegeven, Lex. Ik kan er ook niks aan doen. Daar moeten we eigenlijk mee dealen, hè. En zo zijn vrouwen. Bij de schepping heeft de Heere God, is de man geschapen. En het was goed. En daarna heeft hij de dierenwereld allemaal geschapen, toch? Ja, amen. En God zei tegen Adam, Adam, benoem al die dieren. Nou, dat zijn er heel wat. Ja. En dan daarna werd pas de vrouw geschapen. Op een gegeven moment is er een vrouw die vraagt van, ja, maar waarom worden wij niet voor de dieren geschapen? Weet je wel? We zijn na de dieren geschapen. Waarom dus bij de schepping niet voor de dieren? Adam, die gaf dus de dieren de namen. Dus hij moest goed concentreren om zoveel mogelijk dieren namen te geven. Dus hij moest focussen. Stelt u zich voor, als Adam dus, als de vrouw dus geschapen was, als Adam een naakte vrouw zou naast zich zou hebben staan. En hij moest daarna de dieren benoemen. En God zei van, Adam, die kijkt, weet je wel, Adam, concentreer je. Dat dier, wat is dat met die slurf? Weet je, dat is een. Oh, focus je, Adam. Ja. Dus dat zou een zootje geweest zijn als die volgorde niet gehanteerd wordt die God heeft gehanteerd. Ja, toch? Maar goed. vandaag wil ik dus eigenlijk hebben over een aantal karakteristieken van de vrouw. Vrouwen zijn over het algemeen te vertrouwen en betrouwbaar, toch? Geen amen? Wow, nou zeg maar dan.
Als ik geen amen kan zeggen, zeg maar au, vrouwen. Oké. Ja. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan Maria en Martha. Die zijn, de Heer kon op ze bouwen. Toen de Heer aanwezig was, dan waren ze eigenlijk al gelijk. Stonden ze klaar om het een en ander klaar te maken. En de andere stond aan de voeten, zat aan de voeten van de Heer. Even kijken, Spreuken 31. Spreuken 31, een welbekende tekst, meen ik. Heb ik die hier? Ja, nee. Mag die gevolgd worden? Spreuken. Als je die hebt. Vers 10. Een degelijke of een deugdelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat boven koralen. Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad. Al de dagen van haar leven, van zijn leven ook, denk ik, toch? Ja? Kunt u zich voorstellen, als twee mensen één worden, ja, als ze echt die eenheid verstaan, broeders en zusters, ja, dat is dan het gezin, het kleinste eenheid in de maatschappij, maar wel een eenheid waar anderen een zegen van mee kunnen nemen. Ja? Waar de gemeente daar profijt van zal hebben. Dus een degelijke vrouw. Een vrouw die, die te vertrouwen is. Die betrouwbaar is, bovendien. Een tweede karaktereigenschap is dat vrouwen best wel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En bewogenheid, bovendien. Ze lopen niet weg voor de problemen of wanneer er strijd komt. Is het niet vaak, of soms ook de vrouw, dat als de man strijd heeft, moeite heeft, problemen heeft, dat de vrouw eigenlijk hem ondersteunt. Is het niet met gebed, dan is het wel met haar wijsheid. Ja, toch? Dus ik zelf heb nu twee vrouwen. Eén vrouw heb ik dus gehad. Die is al overleden. En ik heb nu Nova. En ik moet zeggen, ja, ik herken dat. Ja. Ze zijn bovendien zorgzaam. En ze kunnen lekker koken. Ja. Ik word eigenlijk in de watten gelegd, wist u dat? Het is nog een wonder dat ik niet ben uitgedijd. Dus vrouwen die weten wat het is om verantwoordelijkheid te dragen. Dus, en mannen, ja, wees niet bang. Als je dus weg moet of zo, dat je dus haar alleen achterlaat. Dat je bang bent van, ja, wat zal nou met de tuin gebeuren? Of met dit of met dat. Ja? Maar vertrouw haar gewoon toe. Ze kunnen goed leiding geven, wist u dat? Ja. In Colossense 4 vers 15 groet de broeders te Laodicea, ook Nympha, dat is dan een vrouw, met de gemeente bij haar aan huis. Dus waarschijnlijk heeft Nympha dus de leiding in die gemeente. Nou, vandaag de dag willen we dus, eigenlijk zijn we met de gemeente ook bezig om celgroepen te vormen. En dat is denk ik ook heel belangrijk, wil de gemeente verder gaan groeien. Ja, het is via, ik heb daar vertrouwen in, dat een van de belangrijkste kanalen zijn, dat een gemeente gaat groeien, een gemeente sterker gaat bouwen. Want het is het feit dat we hier bij elkaar komen één keer in de week is prima, broeders. Dus, en dat moet ook zo blijven, laat ik zeggen. Maar het is niet minder belangrijk dat we op een ander tijdstip, dus ik bedoel dus op die celgroepen of andere woord is, connectgroepen, ja, dat we dan daar samenkomen. Ja? Want daar kun je eigenlijk meer, bijvoorbeeld, je ei kwijt. Of als je vragen hebt. Hè? Dus, en daar kun je ook mensen uitnodigen die nooit naar de kerk zijn geweest. Je vrienden, je familieleden, noem maar op.
Weet u, de drempel om naar de gemeente toe te komen op zondag, die is veel te groot. Ja, het komt sporadisch voor dat dat gebeurt, maar de meeste kerken groeien door celgroepen. Dus, en ik denk ook dat het goed is dat een ieder bij gebaat is om deel te nemen aan die celgroepen. Ja? Dus nou, hopelijk horen we dus meer binnenkort. En goed. Een persoon die ik onder de aandacht wil brengen van morgen is Esther. Ja, Esther. En ik vind dit zo'n mooi boek. Hè? We kennen dat allemaal, denk ik. Ik zal een stukje samenvatting en dan duiken we straks in op een bepaald gedeelte van de Bijbel. Koning Ahasveros, even kijken, nog eventjes niet laten zien. Ik lees Esther 1. In de dagen van Ahasveros, dat is dan de koning van de Meden en de Persen, meen ik. En er was dus elke keer weer een soort van koninkrijk die stand houdt zoveel jaren, soms honderden jaren. Nou, deze Ahasveros, dat was een hele belangrijke koning, om het zo te zeggen. Want zijn gebied, die was eigenlijk van Indië tot aan, wat is dat, Ethiopië. Kunt u zich voorstellen, het is best wel een groot gebied. Hij had dus 27 gewesten in totaal. Ja, oh, sorry, 127 gewesten. En de burcht Susan, dat is dus een belangrijke stad, Susan. Ja, daar is de bepaalde namen naar vernoemd. Is dus ook een belangrijke. Ja. Oké. En op een gegeven moment Esther, die werd dus koningin, want de vrouw van Ahasveros, die weigerde eigenlijk, toen de koning haar vroeg om bij zich te komen, weigerde ze pertinent om bij hem te komen. En als gevolg daarvan werd zij verbannen. En toen werd dus op een gegeven moment een soort van verkiezingen, wie de mooiste was. En uiteindelijk is dus Esther gekozen. En zij werd dus de vrouw van Ahasveros. Oké. Esther kwam op voor haar volk. Dat dreigde uitgeroeid te worden. Het boek Esther begint met de Persische koningin Vashti. Oh ja. Want deze weigert een bevel van haar echtgenoot koning Ahasveros te gehoorzamen. Zij werd vervolgens verbannen en een nieuwe koningin werd gezocht. Deze werd gevonden in de Joodse vrouw Esther. Esther was dus een Jodin. Ja. Zij werd grootgebracht door een pleegvader genaamd Mordechai, ja, Mordechai. Mordechai is niet een boeman, maar hij is dus een goede man. Mordechai, de neef, bovendien de neef van Esther en pleegvader, die ging bij de overheid werken. En Mordechai ontdekte tijdens zijn werk een moordcomplot tegen de koning. Deze werd verijdeld dankzij Mordechai, ja? Die pleegvader van Esther. Maar er is verder niks mee gebeurd. Mordechai heeft verder geen aandacht gekregen, heeft niets gekregen. Haman, een nieuwe naam, Haman, geen Jood, ja? Boeman, alvast dan maar. Geen Jood, die zelfzuchtig was, werd benoemd tot de op één na hoogste man in het koninkrijk. Dus onder Ahasveros, de koning, is dus deze Mordechai benoemd. Belangrijke functie.
Haman. Ja, wat zei ik? Weet ik niet meer. Hierop besloot Haman niet... Haman, geen Jood die zelfzuchtig was, werd benoemd tot tweede man in het koninkrijk. Iedereen moest voor hem buigen als hij langskwam. Als hij voorbij kwam, dan wilde hij dat iedereen ging buigen. Behalve één persoon. Die ging nooit buigen. En u raadt al wie dat was. Mordechai. Nou, en dat vreet het vrat aan hem. Ja? En hij kon dat niet hebben. Hij kon dat niet verteren. En even kijken. Maar Mordechai weigerde voor hem te buigen. Hierop besloot Haman niet alleen Mordechai die Jood was, ja, maar ook alle andere Joden uit te roeien. Om zijn wraakzuchtige daad te kunnen uitvoeren, misleidde Haman de koning om een wet uit te vaardigen die alle Joden zou doden. Koningin Esther echter wist hier niets van. Ja. Totdat Mordechai haar hierover berichtte. Uiteindelijk besloot ze, koningin Esther, haar leven te wagen voor haar volk. En dan gaan we lezen Esther 4, vers 15. Toen zei Esther dat men, Mordechai, moest antwoorden. Ga, dit is haar antwoord, verzamel alle Joden die in die stad Susan bevinden en vast voor mij. Waarvoor? Eet niet en drink niet. 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf, zegt Esther, zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. Dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Het is dus ongebruikelijk. Ze riskeert hiermee haar leven om zomaar ongevraagd naar de koning te gaan. En dan zegt ze, als ik dan omkom, dan kom ik om. Kom ik om, dan kom ik. Kost het mijn leven, dan kost het maar mijn leven. Maar dat is de enige optie die ik nou moet gaan doen. Er is geen andere optie. Ja? Dat is dus, staat dat? Ja, kom ik om, dan kom ik om. En dan Esther 4, 15 was dat, hè? Ik moet eventjes kijken. Ja, en dan staat er. En dan vind ik dit heel belangrijk. Het is toch makkelijker om gewoon even zelf te vertellen. Na dit gebeuren, broeders en zusters, ging de koningin naar de tuin, naar de voorhof, buiten zijn voorhof. En hier waagde ze haar leven. Door zich daar te verschijnen, kan de koning 2 dingen doen. Haar doden, ja, of verbannen, of zo. Of accepteren. Ze bevond zich in de tuin en de koning zat daar op de troon. En daar staat, het behaagde hem dat hij haar zag. En wat is dan de goedkeuring? Hij gaf haar de scepter. En de koningin antwoordt vervolgens met de scepter aan te raken. En toen mocht ze bij hem komen. En dan komt het, broeders en zusters. Toen zij bij de koning kwam, vroeg de koning, Esther, wat is er? Wat wil jij? Waarom is deze daad? Waarom heb je dit gedaan? Want de koning wist ook dat zij haar leven heeft gewaagd. Dus zijn vraag was terecht. Wat heb je? Wat heb je op je lever, op je hart? Wat wil je? Al is het de helft van mijn koninkrijk, zeggen, ik zal het je geven, als je dat aan mij vraagt. Maar Esther besloot niet gelijk een antwoord te geven. Ze vroeg hem naar een diner te gaan. Samen met Haman, de eerste keer. En daar vroeg de koning weer van, wat is er? En dan zegt ze, als het u goed dunkt, als u mij een gunst wil bewijzen, kom morgen
naar weer een maaltijd, een feestmaaltijd, die ik zal organiseren. Broeders en zusters. Maar nu, er gebeurt zoveel. Ik wil u eigenlijk vragen uiteindelijk om straks thuis op uw gemak dit stukje te lezen. Ik denk dat ik een heleboel dingen oversla. Maar uiteindelijk is het zo, broeders en zusters. Tussen de eerste feest, om te zeggen, en de volgende dag heb je dus een nacht. Maar in die nacht kon de koning niet slapen. Niet slapen. Hij kon de slaap niet vatten, staat er. En toen vroeg hij aan de knechten, hij zegt, kun je mij wat voorlezen? Kun je mij wat laten zien en voorlezen wat er gebeurd is in de afgelopen tijd? En terwijl zo die man aan het lezen was, wat er gebeurd was, werd er gezegd over de moordcomplot. Door twee bedienden die de koning wilden gaan doden. Maar Mordechai heeft dit weten te verijdelen. En toen vroeg de koning gelijk van, is er iets gedaan voor die man die deze heldendaad heeft verricht? Nee, koning. Weet u? En op dat moment, het is de Heer die dat regisseert eigenlijk. Hè? Hij vroeg van, wie staat er, is er iemand in de tuin? Op dat moment liep Haman, die boze man, booswicht, die liep dus de tuin op. En dan, hij vroeg hem binnen te komen. Hij kwam binnen en de koning vraagt, wat moet ik doen om eer te bewijzen die zoveel heeft gedaan. En Haman dacht, die wist helemaal niet wat er gebeurd is, dat is voor mij. Begrijpt u? Dat is voor mij. En toen zegt hij van, heer de koning, dan moet u dit doen. Pracht en praal, laat die man op een paard lopen, rijden, door de straten heen, met uw kleding. Geweldig. En toen kreeg hij te horen dat het niet hij was, maar Mordechai. Wie is die persoon? Mordechai. En dan beveelt de koning deze Haman, wat die zei, ja, kleding, paarden, dat moet je dus doen aan die man Mordechai. Hij kon wel door de grond zakken. Broeders en zusters, ja. Ja, wie bedenkt dat nou? Precies op dat moment. Nou, koningin Esther was heel moedig ook, hè, om dan die stap te nemen. Dus in de eerste en de tweede nacht gebeurt dat allemaal, broeders en zusters. Zo heeft de Heer eigenlijk geregisseerd. Ja? En er is namelijk een wet uitgevaardigd door deze gemene man, Haman. Die wilde niet alleen maar Mordechai, heb ik zo even al gezegd, doden, maar het hele Joodse volk. Die moest dus er is een wet uitgevaardigd. Ja, een wet van Meden en Persen. Ja. Maar, nou, en daarna, bij het tweede feest, zei, vroeg koning Ahasveros, wat is er? Wat is het dat ik voor je kan doen? Ze vertelde, er is iemand, zegt hij, die dit plan heeft beraamd. Die wet gaat mijn leven kosten, zegt Esther. Niet alleen mijn leven, maar ook mijn stamgenoten. Al die Joden zullen omver geworpen. De koning die was verbaasd. Waar heb je het over? Zegt hij. Wie durft zoiets te doen? Wie durft zoiets aan te doen? En dan zegt Esther, hier is een tekening. Die schurk daar. Het is niet helemaal duidelijk te zien. Dat zou dan de koning Ahasveros moeten zijn. Dit is Esther. En daar is die Haman. Die schurk daar. Die is de boosdoener. Haman die kruipt zo weg. Hè? Heel mooi getekend. Dus. En. Nou. Uiteindelijk, broeders en zusters, hoorde de koning ook
Weet u, koning, Haman is van plan om Mordechai aan een 20 hoge paal te hangen. Zo'n galg, weet u wel. En toen de koning dat hoorde, weet je wat de goede oplossing is? Hang die Haman maar aan zijn eigen paal. En zo is het ook geschied. Ja. En daarna heeft Esther ook nog die hele wet eigenlijk proberen. Het is op een aparte manier is dat gebeurd. Het resultaat is dat zij werd gered en ook haar volk. Ja. Nou, is dat niet geweldig? Is dat niet moedig? Wie was Esther? Een man of een vrouw? Een vrouw. Ja? Dus, vrouw. Niet zo bescheiden. Kunt u tegen uw buurman of buurvrouw zeggen? Esther was een vrouw. vrouwen ondersteunen ook het werk des Heren. In Romeinen 16 staat geschreven. Romeinen 16, heb je dat ook? Ja. Hoef ik dat niet te... Oké. Ik beveel u Febe, onze zuster, aan die een dienares is van de gemeente. De moeilijke naam. Ja. Febe de zuster. Groet Priscilla en Aquila, man en vrouw, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Groet Tryfena, Tryfosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Here. Ja. Vrouwen, allemaal vrouwen die in de bediening mee hebben gewerkt, mee hebben geholpen. Ja. Weet u, dit zijn maar een aantal. Ja, er zijn veel meer. Er is veel meer te vinden en te lezen daarover. En vrouwen die draaien eigenlijk niet om de hete brei heen. Ja. Maar die gaan direct tot het onderwerp. Nou, terug naar Johannes 4. Het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Ja. En haar vraag toen Jezus kwam was gelijk van, hey, u bent een Jood. En we gaan toch niet met elkaar om? Dat hoort niet. Maar Jezus gaf niet gelijk een antwoord. Ja. Hij zegt, indien gij wist, vers 10, gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Ja, goed. Het is een labtekst, dus dan, ja, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. En zij zeiden antwoord daarop, gij hebt geen emmer, heren, en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? En dan hier komt de eerste vraag bij haar. Vers 12. Zijt gij soms meer dan Jacob? Ja? Bent u soms meer dan onze vader Jacob? Dus dat is de eerste vraag eigenlijk naar het geestelijke. Ja? Dus... En dan gaat het gesprek verder. Hij zegt dus, een ieder die van dit water drinkt, zal dorst krijgen. Maar een ieder die van het water drinkt wat ik hem of haar zal geven, zal nooit meer dorst hebben. En die vrouw die denkt van, dat wil ik ook wel. Ja? Het geestelijke met het lichamelijke, dan hoef ik hier nooit meer water te putten, denkt ze. Ja? Geef mij dit water, heren. Ja, vers 15. Opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan. En dan zegt hij in vers 16, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde, ik heb geen man. En daarin hebt gij juist geantwoord, want gij hebt 5 mannen gehad. En dit is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide, en dan de tweede ontdekking van haar. Ze zegt eerst, zijt gij soms meer dan onze vader Jacob? Ja. En dan de tweede is vers 19. De vrouw zeide, heren,
ik zie dat gij een profeet zijt. Dat is een ontdekking. Ja. Weet u, die bron, die Jacobsbron, is een hele belangrijke. Mensen, dat was eigenlijk een heilige plek. Ja, als je daar, als je God wil gaan zoeken, dan moet je daar zijn. En niet ergens anders. Ja, ze hoorden wel in Jeruzalem, kun je dat ook doen. Ja. En dan zegt Jezus, er komt een tijd, zegt hij, dat je nog hier op deze plek, ja, nog in Jeruzalem, de Heere kunt behagen. Ja. Maar in de geest, geestelijk moet je doen. En daarom zegt hij, gij aanbidt, jullie aanbidden, zegt Jezus, wat je niet eens weet, die ken je niet eens. Ja, je hebt het gehoord, je weet er alles van, maar je hebt hem nooit ontmoet. Ja, gij aanbidt wat gij niet weet. En dan zegt hij, wij aanbidden wat wij wel weten. Want Jezus komt van de Vader. Ja. En maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders, hij gaat dus gelijk naar de toekomst toe, dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Ja. Dat kan alleen als je wederom geboren bent. U en ik, wij kunnen hem, wij mogen tot hem naderen, zo dicht, met onze geest die vernieuwd is. U bent de nieuwe schepping toch? 2 Korinther 5, vers 17. Wie in Christus zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Wauw. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. En dan zegt de vrouw, de Samaritaanse vrouw, die wist wel een heleboel. Zij zegt, ik weet dat de Messias, die zal komen, die Christus genoemd wordt. Maar wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Hij was daar aan het verkondigen, alleen ze heeft het niet in de gaten. En dan zegt hij, ik die met u spreek, ik ben het. Wauw. En de vrouw, weet u, dit zijn weer vrouwen, die spreekt het niet tegen. Ja? Als hier een man was tegengekomen, ja, maar even die hoek en dan even dit gedeelte. Hoe zit dat? Hè? Ga je analytisch analyseren? Man, die moeten we niet analyseren. Hè? Die moeten met ons gevoel omarmen. Die bewogenheid moeten zijn. Halleluja. Je moet met je hart eigenlijk dit ontvangen. Ik die met u spreek, ben het, zegt Jezus. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En ik ben de weg, zegt hij op een andere gedeelte. Nou, als bewijs dat deze vrouw eigenlijk overtuigd was, zij liet de kruik staan, zij ging naar de stad en zeide tot de mensen, komt mee, met andere woorden. Zij ging gelijk evangeliseren. Weet u wat er gebeurde? De hele stad, het hele dorp, die kwam tot Jezus en kwam tot bekering. Wauw! Ja. Word je daar niet jaloers op? Word je niet jaloers op, Lex? Ja, precies. Maar goede jaloezie, hè? Dat mag. Ik dacht, oh Heer, u gebruikt die vrouw. Nee, u gebruikt die vrouw. Nee, die vrouw die gehoorzaamde de Heer, die geloofde de Heer. Het was haar daad. Ja. Amen. En dat is oud maar, hè? Oké, de tijd. Dus, maar goed, dat wou ik eigenlijk, dat stukje dan van die vrouw, wil ik even meegeven. Ja, ze draaien dus niet omheen. Ze geloofden in de Messias Christus. Broeders en zusters, als laatste wat ik u wil duidelijk maken, is dus... Even een aantal teksten. Jezus, na zijn dood, na zijn dood, aan wie verscheen hij als eerste? Aan Maria.
Even kijken hoor. Johannes 20 vers 1. Meen ik? Ja. 1 en 19 als het goed is. Ja. Ik wil dus hier, waar was Jezus gedurende de 3 dagen toen hij dood was? Waar was hij geweest? Nou, hier lezen wij Johannes 20. Als u een Bijbel heeft, kunt u even erop naslaan. Ja. Hier zat dus, op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg. Is dat nou 's avonds vroeg of 's ochtends vroeg? Ging op de eerste dag van de week vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. Volgens mij was het 's ochtends. Ja? En zij zag de steen van het graf weggenomen. En dan vers 19. Toen het dan avond was, op diezelfde dag, die eerste dag der week. Ja, en op de eerste dag en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren. Ja. Dus die tussen die vroege ochtend en vers 19 is het 's avonds, is er dus heel wat gebeurd. Jezus zei ook van, Heere, Heere, waarom hebt gij mij verlaten, onder andere. Nou, daarna is die gestorven. Maar wat is er gebeurd? Nou, en dan staat er dat Jezus hier verscheen. Ja, dat ik ga dus Johannes 20, moet u ook maar thuis lezen. Dan staat er, Simon Petrus kwam in dat graf. En hij vond dus de doeken opgerold. En hij zag het. En geloofde, maar zij kende de schrift nog niet. Ja? En vers 11, en Maria stond buiten het graf, wenende. Jezus verscheen en aan Maria. Ja? En bij het graf vroeg Jezus, waarom weent gij? Vers 15. Oh ja. Jezus zeide tot haar, vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was, de tuinman. En zeide tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide op een toon waarschijnlijk, Maria. En zij keerde zich om en zeide tot hem, zij zeide, Rabboni, meester. Zij herkende hem. Oké. Jezus zeide tot haar, houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Hele rare tekst, maar zometeen zal het duidelijk worden. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij haar had gezegd. Matthäus 27, een andere deel. Vers 51. En zie je het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Hier komt het. En de graven, ook de graven, gingen open. En vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven. Na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. En als laatste, Efeze 4. Vers 8, daarom heet het opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren, anders dan hij is ook nedergedaald naar de lagere gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Broeders en zusters, toen Jezus stierf, ja, staat er ook in de Petrusbrief, hij is dus naar de Hades gegaan, onder andere. Ja, hij heeft daar het evangelie geproclameerd, gezegd, ik ben de opstanding, ik ben de opgestane Heer. En we hebben net gelezen, Efezes 4, Jezus is dus naar de Hades gegaan. Hij heeft de ontslapen heiligen uit het Oude Testament, heeft die meegevoerd. Ja.
Maar onderweg gingen ze even stoppen, mampier als het zo was, bij de aarde. En die graven gingen open. En Jezus bracht een bezoek aan Maria toen hij naar de hemel ging. Daarom zegt hij van, ik vaar op naar de Vader. Hij is dus voor de, dit is niet de hemelvaart, hè. Dit is voor de hemelvaart. En zo bracht Jezus als het ware de heiligen tot aan het paradijs. Amen. Halleluja. En hij verscheen als eerste niet aan de mannen, maar aan een vrouw, Maria. Want vrouwen kunnen gedetailleerd dingen vertellen. Ja? Vrouwen, u bent geweldig. U bent mooi. En u heeft een roeping. De Heere, ja, de Heere heeft een plan met een ieder van ons. Ja, het is niet alleen maar dat wij in de Bijbel dingen lezen, maar het is ook vandaag de dag dat vrouwen een belangrijke rol kunnen spelen. Ja. In het leven, in de maatschappij, maar ook in de gemeente. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Halleluja. Ja, Lok, even spelen. Halleluja. Ik wil... Ik zou graag aan de mannen willen vragen om te gaan bidden voor de vrouw die naast je staat. Ja. Misschien kun je dan kijken wat de meest fijne positie is om te doen. Handen vasthouden, hoeft niet per se. Maar je kan gewoon elkaar zegenen. Ja, zullen we dat doen terwijl Lok een heel mooi lied voor ons speelt. Ja. Dan gaan we in gebed. En wees vrij daarin. Ja, Lex heeft een hele zware kluif, geloof ik. Er staan 3, 4 vrouwen, 5 vrouwen achter zich. Samen met Wouter. Ja, maar hij kan bijgestaan worden. Ja, de vrouwen zijn weer in de meerderheid. Hè. Paul, we moeten toch... meer mannen laten komen. Halleluja. Oké, laten we in gebed gaan. Glorie voor de naam van Jezus. Vader, halleluja. Heren, ik dank u dat u hand rust op een ieder van ons. Heren, ik dank u, Heren, voor Esther, voor Deborah, voor Lydia, Heren, voor Febe, wat we net gelezen hebben, Heren. En zoveel vrouwen die... U in uw dienst heb gesteld, Heren. Heer, maar daar blijft het niet bij. Maar vandaag de dag nu, Heren, doet u hetzelfde. U roept mannen en vrouwen in uw dienst, Heren. Halleluja. Zo willen we op dit moment ook alle vrouwen zegenen, Heren. Heren, ze zijn niet alleen mooi, Heren. Ze kunnen niet alleen maar lekker koken, Heer, maar ze zijn ook te vertrouwen. Ze zijn betrouwbaar. Ze zijn sterk, Heren. Halleluja. Heren, we zegenen hen in Jezus' naam. Oh, halleluja. Dank u, Heren. Dank u, Vader. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Thank you.
Halleluja, dank u wel. Dank u Fred voor het mooie woord. Zoals u weet, vandaag inderdaad specifiek over de vrouwen, over de zusters. Ja, we zijn gezegend met alle moeders, alle oma's, alle zusters, alle moeders. Ja, en het woord is duidelijk, denk ik. Ja, ik ga besluiten met de zegenbeden, maar eerst wil ik een paar mededelingen doen. Ja, de mededeling van vandaag is het volgende. Dinsdag aanstaande 16 mei hebben we om 8 uur een samenkomst in de ruimte 8. Vrijdag 19 mei om 8 uur hebben wij bidstond bij zuster Sandra. Bij zuster Sandra de Vries, Stand Bergerland 56 in Amersfoort. Op dit moment hebben wij 3 dopelingen. Ja, ben je nog niet gedoopt en wil je God gehoorzamen, dan kan je je aanmelden bij broeder Paul. Belangrijke data. Zondag 11 juni, na de dienst, hebben we sportdag in Achterveld. Onder leiding van Rick en Bruce. Ja, in de koffieruimte vinden jullie een lijst. Als jullie mee willen doen, dan graag jullie namen noteren, ja, in deze lijst. Nadere berichten volgen nog. Er is nog een aankondiging voor de jeugd. Wil ik vragen of Bruce even naar voren komt. En daarna ga ik de zegen beden. Maar eerst een mededeling voor de jeugd. Ik weet niet wat hij te vertellen heeft, maar ik denk het gaat over, niet over de vrouwen, denk ik. Maar... Nou, dit gaat niet... zeker gaat het over de jeugd, maar het geldt eigenlijk voor ons allemaal. We hebben 8 juli, we hebben een groot event. Ik denk dat jullie daar wel bekend mee zijn. Maar dan ga ik wel de vraag stellen. Hebben jullie al opgegeven? Het is heel belangrijk dat jullie aanwezig zijn. Ook voor de mensen die niet gelovig zijn. Dat stel, er komt gebed of er is dergelijke... steun voor de mensen die daar ook staan, dat op prijs gesteld wordt. Dus ik daag jullie uit om vandaag een ticket te gaan bestellen. Dan kom ik volgende week terug en dan zal ik de vragen stellen, wie heeft er al besteld? En het is gratis, maar je moet toch €2 betalen, zeg maar. Dat is zeg maar voor de reserveringskosten op Events for Christ. Dus het event is helemaal gratis, alleen vanwege de administratie wordt er betaald. Ik stel jullie op de proef, hè? Bestel. En ik ga jullie volgende week weer even erbij kaarten. En dan hoop ik dat jullie aanwezig zijn 8 juli bij het event. Ja? Wat gaan we dat doen? Nee, dat wordt, het is echt een groot event. Er komen ongeveer 1000 tot, als het kan, max 1500 man. En er wordt gezongen door Iwan en Rebecca van Opwekking. En wij als Church of God gaan ook nog zingen met een kleine band onder leiding van Tante Petra. Er wordt ook een dansact gegeven. Er wordt het woord van Quint en Fabian gegeven. En er is een MC die alles, alles bij elkaar loopt te praten. Dus het is echt een hele leuke en toffe dag. Ook op het eind hebben we een surprise act. Ik weet het zelf ook nog niet eens. Dus ik vraag het ook nog steeds af. Dus kom gewoon. Het is heel goed. En ik zie jullie daar, ja? Amen. Ja, geweldig. Ja? Dus doe mee. Join in. En het zal zeker een gezegende dag zijn. Na de dienst wil ik even alle predikers bij elkaar roepen. Ik heb even 5 minuten in de ruimte 8. Ja, wil alle predikers bij elkaar komen. Dan wil ik even een korte mededeling doen. Dat is dat. Is Sarah in de buurt? Sarah, ben je klaar voor? Vandaag is moederdag. En ik wil vragen, natuurlijk, het draait om de moeder. Het is een feestje na dit. Ik zou zeggen, lekker relax. Ja, de mannen waren bezig geweest vanmorgen. Vanaf 8 uur. Sommigen zijn heel vroeg. Ja, om vandaag een geslaagde dag te doen. Sommige mannen zien er echt doodvermoeid uit. Maar het is allemaal voor de vrouwen, voor de moeders. Hè? Het is geweldig. Sarah, zou je naar voren willen komen? Ik wil alle moeders, ik weet niet hoeveel moeders zijn. Waar is die? Oké. Wil je moeders naar voren komen? Naar voren komen. En dan zal Sarah het geven. Oh, daarna krijg je 2 liedjes van de moeder. Oké, ja. Ik moet ook mededelen. De tijd is kort. Om 2:30 moeten we stoppen. Ja, dus oké. We hebben nog 2 uur lekker maken. Alle moeders naar voren komen. Sarah komt naar voren met de verrassing. Kijken wat een moeder. Fred, ik ben bang dat je gelijk hebt. Kan niet. Zoveel moeders? Waar zijn de mannen?
Dit. Oh, ik hoorde iets, een opmerking van een zuster. De zussen moeten meer evangeliseren bij de mannen. Nou, oké. Okay. Oké. Peter, Sarah, kom maar hier naar voren. En ik denk zeggen, breng de moeders maar in het zonnetje. Ja? Nou, kom maar, kom maar. Kom maar. Jullie moeders, jullie zijn echt een zegen. Ik denk wel inderdaad. O Heere God, wat zoveel vrouwen, hè? Dat is. Ja. Goed zo. In de tussentijd maakt de worship is klaar en dan gaat ze direct zingen. Ja, en dan gaan we de dienst sluiten met de zegenbeden. Ja, ja. Ja, ze gaan nog zingen, heb ik begrepen? Ja, oké. Okay. Ik geef hem ook maar hoor. Is moet. Ja, ja, dankjewel. Ja, goed zo, dankjewel. Ja. Oké, ik ga dus. Je blijft maar even staan. Ik doe de zegenbeden. Dus. Alles is medegedeeld, denk ik. Ja. Zijn we klaar? Noe, we zijn klaar. Is er iemand die foto wil maken? Ja, nou. Dulcia. De moeder, ja, doe maar. Geen puppies, maar women power. Cheese. Pizza, cheese. Ja. Ja, dank u wel. Oké, okay, we gaan sluiten. Ik ga die zegenbeden doen. Heer God, dank u Heer voor het geweldige woord van u. Moeder, Esther, Maria. Ja, hier zijn zoveel Esthers hier, Vader. Gebruik ons allemaal, Heer, ter eer en glorie van uw naam. Dank u, Vader, dat u deze samen zijn wil zegenen. Ook met de barbecue, met de lekkernijen, de rest van de dag. Het gaat in centraal om u. En het gaat om u en dank u voor de mooie weer. Dank u voor uw samen zijn, dat we elkaar mogen genieten, ook van onze vrouwen. Zo geliefde gaat in ieder naar zijn eigen Jeruzalem. Ontvang daarbij de wonderbare zegen en de genade. En de volle gemeenschap met de Heilige Geest. Die is en blijft tot Jezus komt. Van Maranatha, Jezus komt. En ieder zegt? Amen. Wil ik direct de mannen, direct naar de kamer 8. Ja, en de rest, Marie. Dank u wel. Vrouwen, u mag blijven staan hoor. Wij willen zingen voor. Ja, ik ben ook vrouw, hè? Ja. Maar zoals.